zit in het algemeen veel te weinig loof op. Het is wonderbaarlijk dat zo'n loofje zoveel knollen gevormd heeft. Van sommige kruisingen van de plantjes op het erf met Dulfitofte recensie is heel weinig meer over. Ik heb iedere keer alle zieken eruit getrokken. En dit is wat er nu nog over is. Gelukkig zitten er ook kruisingen bij die een stuk beter zijn. En ik rooi ze er nu maar uit. Door het warme weer, de lage luchtvochtigheid, komt er nu niet zoveel Phytophthora meer bij. Er zit in het algemeen, naar mijn zin, wel een beetje te weinig loof op. Ik weet niet hoe dat kan. Maar de zonnebloemen die ertussen stonden, die hebben het in ieder geval wel goed gedaan. En ondanks dat er zo'n klein plantje aan zit, bewaar ik hier toch een knol van. Want het kan volgend jaar een normaal plant worden. Dit wordt wel wat erg wild. Mooie plant. En mooie aardappels. Ondanks dat het allemaal doorwas is, bewaar ik hier toch een knol van. Want het is geen natuurlijke groei hier zo. Hier had ik er toch eentje van aan. Er zitten hier en daar nog wat aardappels in de grond zonder dat het loof bovenop staat. Maar ik heb al die Phytophthora planten eruit getrokken. En geen aandacht besteed aan de knollen die eronder zaten. Maar deze heeft de Phytophthora in eerste instantie overleefd, later is die afgestorven vanwege de ouderdom. Het is wonderbaarlijk dat er aan zo'n klein plantje zo'n knol gegroeid is. Die bewaar ik dan ook. Het moet oppassen met Phytophthora dat de afrijping gaat op een gegeven moment meetellen en dat je dan niet alle vroeger weggooit. Waarschijnlijk heeft dit plantje al heel snel aan het knolzetten gegaan. En heeft hij alle energie in het knolzetten gezet en niet in het loof. Dan is dit het resultaat van deze kruising. 100 zaden uitgezaaid. Opkomst was niet zo best. Ik heb maar 72 planten verspeend. En van die 72 heb ik er hier nu, dacht iets van 28 knollen aangehouden. Die volgend jaar de eerste jaars naar het land toe gaan. Deze kruising is een beetje minder wild als de vorige.
Hoezo minder wild? En zo zie je wel, het gaat allemaal nog niet helemaal vanzelf. Maar het blijft mooi werk. Iedere keer is het weer een verrassing wat er boven komt. Weer een prachtige aardappel. Ik had eigenlijk verwacht dat de mooiste adels van die grote planten zou komen. Maar die heeft toch ook goed zijn best gedaan. Kijk, daar zit toch af en toe een Phytophthora-knolletje in. Dit was een van de sterkste kruisingen. 100 plantjes. En 44 knollen van aangehouden. Dus dat is best mooi. Er zit hier en daar wel wat schurft op. We hebben van het jaar heel veel agressieve Phytophthora. En best veel van hetgene wat overeind gebleven is. Dat heeft met de achtergrond, heeft het atleet, een ras van Agrico. En nakomelingen daarvan. Maar gelukkig heb ik ook een paar andere kruisingen die ook goed gebleven zijn met andere resistentiebronnen. Dan kan ik weer verder. Ik pak niet altijd de dikste aardappel, want ik probeer toch een beetje gelijkwaardig materiaal te krijgen. Het zit wel eens een beetje in elkaar gegroeid, maar meestal kom ik er wel uit. Hier is dan het resultaat van de knolletjes uit het zaad vandaan. 2024. Dit stapeltje, dat komt allemaal van mijn Phytophthora veldje. Afhankelijk van de kruising. Dus de 0% en de 60% aangehouden. Gemiddeld ongeveer 30%. Dit was wel een goede kruising. Alleen een hoop van die rotkleuren erin. Dan heb ik hier van het land vandaan wat spul geselecteerd op geel en de andere kleurtjes. Kom ik gemiddeld ongeveer op 20-25%. Die heb ik tijdens het rooien allemaal gesneden. Alles wat niet donkergeel was, heb ik meteen weggegooid. En dan hier nog wat materiaal voor friet. Met eventueel wat Pallida erin. En hier en daar ook nog een klein beetje Phytophthora resistentie. Daar heb ik ongeveer 60% aangehouden. Van de plantjes die ik gepoot heb.
moet nu nog niet te veel naar de vorm kijken, want dat zegt hier eigenlijk nog niks. Wat nu lang is, het plantje vandaan, kan volgend jaar ook rond wezen. Maar in het algemeen komen hier wel lang uit. Dus bij elkaar ongeveer 2300 knolletjes dan hier. Dat is ook meer dan genoeg. Bedankt voor het kijken.